Waarom zijn we hier? We zijn op weg naar de Almeloze sportploeg. Voorzitter John Meuleman, wat is jouw doelstelling voor de komende 4 jaar? Nou, wat wij willen is in kaart brengen wat we nu al mee bezig zijn. Uiteraard willen we geld binnenhalen van sponsoren en van fondsen, want we willen natuurlijk ook ervoor zorgen dat iedereen kan sporten. Dus ook mensen met een kleine beurs waar het een beetje moeilijk is, dat je die kan ondersteunen, dat je de verenigingen kan ondersteunen. En daarnaast gaan kijken waar gaan we in de komende 4 jaar mee aan de slag. Special Olympics beginnen over 2 weken, zijn eigenlijk over 2 weken al aan de gang. Is dit nou een bewust gekozen moment of is dat puur toeval? Nee, dit is wel een bewust gekozen moment. Kijk, het is erg mooi dat je de ploeg kan uitzwaaien. Volgende week woensdag is er een uitzwaaimoment van de Twentse sportploeg, waar ook de deelnemers worden uitgezwaaid vanuit Twentse vereniging die allemaal meedoen. Maar juist omdat we vanuit Almelo willen laten zien dat wij er ook zijn, en een lancering van die nieuwe stichting Almeloze Sportploeg, is dit natuurlijk een prima gekozen moment. Is het alleen nu dat we deze clubs bij elkaar hebben, of hebben we er ook nog een uiting van in de vorm van bijvoorbeeld een vlag of een vaandel? Of... Nou ja, goed. Dat moet je natuurlijk wel tonen, hè? Klopt. Nou, het logo is al in beeld. Maar goed, zo'n logo, we kunnen dat scherm niet meenemen als we straks naar de Special Olympics gaan. Dus we hebben gezegd, wij willen in ieder geval vlaggen meegeven. En een van die vlaggen, en daar roep ik mijn medebestuurders even voor op, die komen zo het podium op om de vlag te tonen die de deelnemers aan de Special Olympics mee gaan nemen bij de openingsceremonie. En dan draaien we hem om en dan mag u hem in de zaal ook allemaal zien. Dit is de vlag waaronder al deze atleten straks op de Special Olympics zijn.